Waarschuwing, neem deze video niet te serieus. Yo, Kees van IMT, we hebben een nieuwe aflevering van Keep Talking and Nobody Explodes. Is rustig ademhalen, voordat ik met dit verga. En Mark en ik gaan weer proberen een paar bommen te defusen. Ja. Zonder dat we alle Akbar gaan roepen. Dat is wel een hele slechte opmerking, maar oké. Okay. Let's go. Ja. Die houden we erin. This screen is for your eyes only. Nee, ik upload het op YouTube, sorry. Precies. Daar gaan we. Lights on. Waar moet ik mee beginnen? Kabels, heb je die? Weet je kabels? Nee, geen kabels denk ik. Wat heb je anders? Soort C-slag torpedo-achtig iets. Kijk, ik heb rare knopjes met die rare icoontjes en een abortknop. Oké, ik denk dat we maar eens beginnen met de button. Ja? Wat staat erop? Abort. En hij is rood. Rood en abort. Red, red. Er staat geen abortus. Hoeveel batterijen zitten er aan de bom? Ik zie één. Eén. Oké. Even kijken. Is er bijna een minuut verder? Ja, er staat er niet echt eentje met abort erbij. Dus dat is een beetje... Hij is rood. Ja, dat weet ik. Gewoon indrukken? Ik weet niet, er staat niet echt wat bij. Hij is geel. Oké, geel. Release when the countdown timer has a 5 in any position. Oh, dat was eerst net. Toen je die 5 net zei, sprong hij net over naar een 4. Rip. Wat is het volgende? Lees op eens voor. Hoe bedoel je? De volgende. Wat moet ik als volgende doen? Ja, als hij geel is, dan moet ja, hij... Ja, dat heb ik al gedaan. Het volgende. Ja, wat is er nog meer? Die rare icoontjes. Icoontjes? Die 4 knoppen. Oh, the subject of Simon Says. Oké. Okay. Welke kleur button knippert? Hoe bedoel je? Welke button moet knipperen? Je zegt toch dat er 4 buttons zijn? Ja. Is het een soort van ruitvorm? Met rood, blauw, geel, groen. Oh, je bedoelt dat spelletje? En een pijltje wat ronddraait. Een driehoekje. Ik ben er totaal niet waar je het over hebt. Ja, ik weet niet waar jij het over hebt. Oké. Leg even wat beter uit, want ik... Ik heb hier nog 4 knoppen met rare icoontjes erop. Rare icoontjes? Ik ben bom 1 harder. Bom 1? Hé? Zeker ook bij de goede tekst te kijken. Ik vraag me dan af, maar ik weet niet precies waar die moet staan. Dit is section 2. Section 2? Dit is bom 2, niet bom 1. Ja, no shit, maar... Huh? Echt, ik weet totaal niet waar die moet staan. Ik zit te scrollen en te kijken. Wat is er nog meer? Want ik weet het allemaal niet. Ik heb hier zo'n schermpje met 4 pijlen aan de zijkanten. Naar boven, links, rechts en naar onder. Met 1 wit vierkantje. 2 vierkantjes zijn groen omcirkeld. En de rest zijn allemaal blauwe vierkantjes met een rood driehoekje. Oh, een soort van een doolhof-achtig iets. Of iets van Pac-Man of zo. Ja, Pac-Man. Oké. Find the maze with matching circular markings. Even kijken. Oké, waar staat jouw pijltje, Arrow? Die staat rechts in de bovenhoek en dan eentje en dan 1 diagonaal naar beneden. Naar links, beneden. Dus die staat helemaal rechts en dan eentje naar onder. 1 diagonaal naar links, beneden. Oké, ik weet waar je staat.
Maar ik wil geen druk op de ketels, ik heb nog 40 seconden. Oh, really? Jezus! Maar, ik snap echt totaal niet wat de fuck er... Nee, is gewoon vol wat er staat! Doe iets! The diffuser must navigate the white light to the red triangle using the arrow buttons. Warning. Do not cross the lines shown in the maze. These lines ik doe nog maar iets. Boom. Ja. Oké. Okay. Ligt eraan, ja. Wat heb je allemaal? Ik heb de een doolhof. Ik heb symbolen. Wacht even, rustig, één voor één. Je hebt een doolhof. Laten we beginnen met de kabels, denk ik. Laten we beginnen met die doolhof. Dat is eerst wat je riep. Waar staan jouw cirkels? Eentje staat helemaal bovenin aan de rechterkant, maar dan moet je één naar links. Ja. En dan staat er eentje... Dan weet ik wel waar die is. Waar staat jouw driehoek? De driehoek die staat een beetje links bovenin, maar dan moet je diagonaal naar, naar rechtsonder. Links, diagonaal, rechts naar onder. Ja, ja, je staat bovenin, één naar beneden en één naar rechts. Ja. Dan ga je naar boven. Fout. Waar sta jij dan? Waar ik sta is helemaal rechts. Oh, rechts! En dan sta ik de vijfde op de plaats. Van boven naar beneden geteld. Dat is helemaal onderaan. Bijna helemaal onderaan. Allee, dan moet je naar rechts. Ja. Naar boven. Ja. Naar links. Ja. Naar boven. Twee keer. Ja. Dan naar rechts. Fout. Ben je twee keer naar boven gegaan? Ja. Je moet naar rechts. Fout. Ik ben geëxplodeerd. Je moest naar rechts. Ja, maar ik probeerde naar rechts, want dat kon niet. Je bent één keer naar links, je bent één keer naar rechts, naar boven, links, naar boven, en dan moest je naar rechts. Ja, weet ik. Nou, retry. Anders heb je me verkeerde dingen gestuurd. En verkeerde informatie. Even zien. Oh, god. Oké, we gaan maar beginnen bij de kabels, denk ik dan. Laten we eerst beginnen met het moeilijkste. Bij de subject maze. Moment. Ik heb een soort van... staat een 4 op een klein schermpje. En dan staat er 4 cijfers daaronderin. En dan een... Ja, je hebt 4 van... bovenin staan. Ja, 4 zo, op zo'n schermpje staat dat. Ja, in zo'n klein schermpje boven. Ja. En daaronder moet je dus iets van tekst intypen. Yes of no? Nee, daar staan 4 nummers. 4 nummers... Kun jij draaien? Draaien? Aan een draaiknop? Nee. Dan weet ik niet wat jij bedoelt. Oh, hier. Je hebt een groot scherm. Vroeger had een klein scherm, zeg jij ja. Ja, een scherm met 4 erin. Ja, oké. If the display is 4, press the button in the 4th position. Dus de 3. Ja, dat weet ik niet. Klopt. Wat staat er nu? Er staat nu een 3. If the display is 3, press the button in the first position. Klopt. En nu staat er? 4. If the display is 4, press the button labeled 4. Ja. En wat staat er nu? 3. If the display is 3, press the button in the same position as you pressed in stage 2. Dat was dus deze. Ja, dat klopt. Waar staat er nu? 1. If the display is 1, press the button with the same label you pressed in stage 1. Pressed in wat? In stage 1. Dat was... Niet. Oké. Okay. Wat? Ik moet helemaal weer overnieuw beginnen? Als ik 1 fout heb? Rustig, niet vloeken. Wat staat er in je scherm? 2. 2? If the display is 2, press the button in the second position. Ja. Dan staat er? 4. If the display is 4, press the button in the same position as you press in stage 1. Ja. 3.
If the display is 3, press the button in the third position. Ja, even kijken. 4. If the display is 4, press the button in the same position as you press in stage 2. Ja, dat klopt. En dan staat er nog een keer 3. If the display is 3, press the button with the same label as you pressed in stage 4. Oh my god, ik heb een beer fout, hè? Oh my god! Maar ik druk gewoon precies wat jij zegt. Nou, kijk maar niet. 2 staat er. In the second position. Ja. 3. In the first position. 3. In the third position. 2. In the first position. 4. En zelfs in stage 3. Kleren game! Boom. Ja, alweer. Woe! Nou, even op de volgende aflevering gaan we nog proberen. Laat een like achter en tot de volgende keer. Doeg!